Een hele goede middag. Zo rumoerig het is in de internationale wereld, zo kalm is de atmosfeer boven West-Europa. Vandaag, op 21 maart, is de eerste officiële lentedag van 2011. En we kunnen gelijk even kijken hoe dat nou precies astronomisch zit. Niet astrologisch, dat is iets heel anders, maar astronomisch. Als de volle maan gisteren zou zijn geweest, dan was het aanstaande zondag Pasen. Het is namelijk Pasen op de eerste zondag na de volle maan in de lente. Dat is even een ingewikkeld rekensommetje, maar toch wel duidelijk. En het komt erop neer dat Pasen dit jaar valt op 25 en 26 april aanstaande. En dat is een record late Pasen. Om te beginnen nog even een korte terugblik naar de afgelopen dagen. We hebben stevige nachtvorst gehad het afgelopen weekend. En ik heb daar een week terug al uitgebreid voor gewaarschuwd hier op boerenbusiness.nl. Inderdaad, zware nachtvorst, met name in het oosten van het land. De laagste temperaturen in de weerhut, dus op 1,5 meter hoogte, min 5 tot min 6 graden. En op 10 centimeter boven de percelen op het zand werd een temperatuur gemeten van min 10 graden. De komende dagen is het hoge druk wat de klok slaat. Echt hele hoge barometerstanden boven een groot deel van West-Europa. En ook de komende dagen staat die barometer aanhoudend hoog. Niet alleen zon verwacht ik voor de komende dagen. Ook zijn er hardnekkige wolkenvelden die vanaf de Noordzee kunnen binnenlekken. We zien deze maandagmiddag ook al van die hardnekkige wolkenvelden boven een tamelijk groot gedeelte van Nederland. De nachten worden tijdelijk wat minder koud. Afgelopen nacht Twente KNMI nog min 5 graden en inderdaad bijna die min 10 op 10 centimeter hoogte. Het blijft wel de gehele periode zo goed als droog de komende dagen. Later in de week zien we een portie met kou op hoogte afzakken vanuit het noorden richting de Noordzeeregio. En dat is inderdaad hele koude lucht op vrij grote hoogte, althans vanaf 1500 meter hoogte. We zien bijvoorbeeld de min 10 graden isotherm op het 850 HPA. Vlak. Dat komt overeen met zo'n 1500 meter hoogte op min 10 graden staan op de vrijdag en de zaterdag. Een gedeelte van die bovenluchtkou gaat ook geleidelijk doorwerken tot het aardoppervlak. Dus dat gaan we merken aan die temperatuur, want die gaat omlaag. Tegen en ook in het weekend wordt het dus weer wat kouder. Vooral de nachten gaan weer zeer koud uitpakken. Er is ook een kans op een verdwaalde maartse bui tussen vrijdag en zaterdag. En dat zou een bui kunnen zijn met wat stofhagel of zelfs wat sneeuwvlokken. Opnieuw, dus 1 of 2 zeer koude nachten zo rond het weekend. Minima dan plaatselijk tot min 5 graden op 1,5 meter. En op 10 centimeter boven de bekende zandpercelen kan de temperatuur dalen tot dicht bij de min 10. De dagtemperatuur komt vanaf vrijdag uit op 7 of 8 graden in de plus. Maar nogmaals, in de periode vanaf nu tot en met het aanstaande weekend blijft het grootste gedeelte gewoon droog. En we kunnen op dit moment toch al concluderen dat we aan een behoorlijk droge fase zijn begonnen. Mogelijk wordt het vanaf april iets wisselvalliger en wie weet wordt de grootste droogte dan een beetje verlicht. En tot zover het gesproken weer op boerenbusiness.nl. De volgende meeting is aanstaande donderdag.